Ik had het goede voornemen om in 2016 niet meer te laten komen op school. Mijn best te doen qua punten. Gewoon goede punten halen dat ik er sowieso door ben dit jaar. En mijn humor nog slechter maken. Dat hebben we heel goed gedaan. Ik ben 2 dagen op school. Heb 10 pagina's straf voor Frans. 10 pagina's. Dat ik moet volschrijven in Frans. Dat is de taal die ik niet spreek. Ik snap er niks van. Ik ben al 2 keer te laat geweest. Op 2 dagen tijd. Wat dus betekent als ik nog 1 keer te laat kom. Dat ik strafstudie heb. Yes! En ik ben erachter gekomen dat ik een dikke onvoldoende sta voor economie. Awesome. Goeie voornemens en de prullenmand. Er zit een fucking mug in mijn kamer. Het is in januari. Wat doet die fucking mug in mijn... Rustig. Ik snap de wereld niet. Vandaag gaan we een video maken die al fucking veel is aangevraagd. Wie zijn jouw favoriete YouTubers? Ik heb het lang niet gezegd. Het is heel veel veranderd. Waarschijnlijk zijn het allemaal YouTubers die jullie niet kennen. Maar ik ga er een leuke video van maken. Dames en heren, mijn favoriete YouTubers. Doe zeker een duimpje omhoog. Like. Nu. Scroll. Like. Naar boven. En let's fucking go. Hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we een video maken over de video van de video. We zijn vandaag op Black Ops 3 en Black Ops 3, want ja, mijn favoriete YouTubers, dan moet je gewoon lekker oldschool aannemen en het op een lekkere Call of Duty gameplay doen. Of die gameplay lekker gaat zijn, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat we mijn 5 favoriete YouTubers gaan bespreken. Ik ga jullie zeggen waarom het mijn favorieten zijn. Ik ga zeggen, ik ga er gewoon alles van vertellen en ja, het wordt gewoon awesome! Veel mensen weten het waarschijnlijk wel, maar YouTubers kijken ook YouTube. En dat klinkt er misschien zo van: hey Sid, wat de fuck zeg je? Heb je nog tijd om naar YouTubers te kijken? Ja, ik kijk eigenlijk heel veel naar andere YouTubers. Maar het probleem is dat heel veel veranderd is de laatste tijd. Vroeger keek ik heel veel naar Nederlandse YouTubers. En dat is er bijna volledig uit. Ik kijk bijna geen Nederlandse YouTubers meer fulltime. Daarmee bedoel ik dan echt elke video. Ik kijk natuurlijk wel eens naar video's van Enzo Knol. Ik kijk wel eens naar video's van Milan. Ik kijk wel eens naar video's van The Squad. Ik kijk YouTube België, Nederland wel. Maar niet meer zo regelmatig. Ja, laten we maar gewoon beginnen. Mijn eerste YouTuber waar ik super veel naar kijk is Filthy Frank. Velen van jullie kennen Filthy Frank waarschijnlijk niet. Het is een hele, hele alternatieve YouTuber. Het is een YouTuber die iets doet dat als je het zou proberen in YouTube België of Nederland... Nee, niemand zou er naar willen kijken. Mensen zijn er niet klaar voor, om het zo te zeggen. Het is iets heel abstract, maar ik vind het geniaal. Het is een van de YouTubers waarvan ik meldingen heb aanstaan. En waarvan ik echt gewoon excited word als ik zie daar een video geüpload is. Hier zien jullie enkele stukjes uit video's van Filthy Frank. Life hacks! Hell yeah! Mind if I take a little seat here? Nee, yeah, right, yeah. Oh, yeah. It's just a prank, bro. What cocaine is for? It'll wake you right up. Oh, yeah! Yeah! Ik vind hem een van de awesomeste YouTubers die er bestaat. Een van de origineelste YouTubers. En hij geeft gewoon geen fuck. Hij geeft echt geen ene fuck. En dat vind ik zo leuk. Hij doet echt gewoon wat hij wil op YouTube. En ja, het is gewoon een beast. Misschien is de humor soms een beetje over de top. Maar dat vind ik leuk. Dus Filthy Frank is een van mijn favoriete YouTubers. Volgende YouTuber is sowieso mijn favoriete YouTuber. YouTuber waar ik elke dag naar kijk. De YouTuber waarvan mijn meldingen aanstaan. YouTuber waarvan ik zie als hij een video heeft geüpload. Dat ik ook denk van... Eindelijk. Casey fucking Neistat. Favoriet YouTuber of all time. Kwaliteit is perfect. Aangename video's. Als je graag Enzo Knol zijn vlogs kijkt en je kan een beetje Engels, probeer zeker eens te beginnen kijken naar Casey Neistat. En vandaar te evolueren in de Engelstalige community. Casey Neistat is de beste YouTuber ter wereld, denk ik. Leukste, creatief, origineel, grappig. Je kan het zelf uitzoeken. Alle linkjes van de YouTubers staan hier natuurlijk onder. Casey Neistat is volgens mij af. Op de volgende plek hebben wij een YouTuber die tegelijkertijd ook een streamer is. En ja, ik volg hem ook al fucking lang. Ik volg hem denk ik al vanaf Black Ops 1. We hebben het natuurlijk over de Syndicate Project. Syndicate, hoe je hem wil noemen. Gewoon, ik speelde vroeger altijd zombies. En voor zombies is Syndicate, ja, daar is het gewoon allemaal begonnen bij mij. Hij is toch een livestreamer? Kijk eens op zijn channel. Kijk eens naar de CSGO case unboxing. Die dingen zijn geëdit. Dat is niet normaal. Die dingen zijn geweldig. Ik vind, hij is een van de weinige mensen die zo goed kan streamen. En tegelijkertijd ook zo'n goede YouTuber is. Zijn vlog
Koch kanaal is ook fucking vet. Hij is fucking grappig. Zijn humor is echt ook gewoon te droog voor woorden. In livestreams kijk ik natuurlijk ook. Dus je kan zeggen, het is gewoon mijn favoriete YouTuber slash streamer, oké? Okay? Hij is gewoon super awesome. Het is niet zo'n YouTuber waarvan je soms denkt, oh, dat is fucking saai. Nee, het is gewoon altijd chill, altijd grappig, altijd leuk. Op de volgende plek hebben we een YouTuber die ook redelijk bekend is. Natuurlijk, hij is redelijk bekend. Ik bedoel, en dat is Prank versus Prank. Ook al heeft die dude al fucking lang niet meer geüpload. Het is gewoon omdat er wat problemen zijn thuis met zijn mama en zo. Dus ja, het is een prank kanaal. En volgens mij is het een van de beste prankers ter wereld. Pranks zijn hilarisch. Ik denk dat ze niet fake zijn, want de reacties van mensen zijn gewoon heel natuurlijk. Ziet er altijd heel echt uit. En dan maakt de prank gewoon grappig. De pranks zijn super hilarisch en ja, gewoon een beast. Om dan nog een vijfde YouTuber te geven, vond ik het heel moeilijk. Omdat ik dan zo een beetje het gevoel kreeg van, moet ik nu de persoon zetten die ik het liefste kijk? Of de persoon die ik het leukste vind? Het was een moeilijke keuze om er nog iemand in te stoppen. Maar ik heb dan toch gekozen voor Nigga Higge. Heel origineel, fucking vet geëdit. Altijd superveel tijd in elke video. Ik vind hem gewoon awesome. De manier waarop hij YouTube video's maakt, hoe lang hij al YouTube video's maakt, is sick. Het is sick dat sommige YouTubers na zo'n lange tijd nog altijd zo fucking origineel kunnen blijven. Alsof die YouTubers ideeën schijten. Is niet normaal. Zijn video's zijn fucking origineel. En als ik zeg fucking origineel, dan echt fucking origineel. Het is altijd super mooi gedaan. Hij neemt elk onderwerp waarover hij een video maakt echt to the next level. Hij is één van de YouTube grondleggers. Ik vond het zeker verdiend om hem in de lijst te zetten. En ja, hij is gewoon een beast. Om dan nog een bonus toe te voegen. Freddy Wong, ook super awesome YouTuber. Rocket Jump voor de mensen die het misschien niet kennen. VGA Jazz zijn allemaal dezelfde dingen. Video Game High School was volgens mij de beste serie die ooit op YouTube gemaakt is. En daarom vond ik dat het wel verdiend was dat hij in de bonus stond. VGA Jazz, Rock Jump, Freddy Wong. Kijk, VGA Jazz zeker is als je een gamer bent. Super cool. Alles wat ik heb gezegd staat in de beschrijving. Dat zijn mijn favoriete YouTubers. YouTubers die, ja, ik wil super graag kijken waarop ik een beetje zou fanboyen als ik ze zou zien in het echt. Ik ben IJsit. Ik zou zeggen, laat zeker jouw favoriete YouTubers weten in de comments. Dan kan ik zelf ook eens zeggen van, hey, die ken ik. Dus ik ben IJsit. Ik zou zeggen, vergeet zeker een duimpje omhoog te knallen op deze video. En ja, dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe video. Adios, bitches. Yeah. Hello.